De beta van Battlefield 3 komt online en er is meer bekend over de ontbrekende schakel van Deus Ex. Ik ben Jolinde en je kijkt naar het Gameplay Nation Gamesjournaal. Het wisselvallige weer verveelt snel, maar gelukkig wisten de uitgevers ons in de afgelopen weken te vermaken. Deze week kwamen onder andere de volgende titels uit. Gears of War 3 is het derde en afsluitende deel in het actiegame-epos van Epic Games. En een nieuw enemy kwam achter ons, even worse dan de laatste, de Lambda. Nu ze spreading across Sarah, killing everything in their path. We've held them off as long as we can. We're out of options. Deze week kunnen we ons gaan vermaken met Formule 1 2011, dat toch wel een grote titel is. Resident Evil fans kunnen vanaf deze week aan de slag met de remake van Resident Evil 4 HD. Oké, it's game time. Get rid of our American friend. Een van de grootste titels van het jaar, Battlefield 3, heeft deze week een datum gekregen voor de open multiplayer beta. Vanaf donderdag 29 september kun je hiermee aan de slag. Maar als je de PC-versie van Battlefield 3 bij Origin hebt gepreorderd of de Medal of Honor Limited Edition destijds gekocht hebt, dan heb je geluk. Want dan mag je 2 dagen eerder met de beta aan de slag. Je zult tijdens de beta de mode Rush kunnen spelen. De map waarop de mode gespeeld kan worden is Operation Metro Parijs. Ook geeft de beta je toegang tot de Battlelog en kun je je statistieken bekijken. Deze Battlelog is alleen beschikbaar voor PC-gebruikers. De beta zal beschikbaar zijn van 27 september tot 10 oktober. It's only a matter of time before my men find you, Jensen. Your hogs are nothing but dead metal right now. Do you really think saving the lives of a few worthless civilians could accomplish anything? There's really nowhere for you to go. Who are you? What are you doing on my ship? I failed to save them. Niet zo lang geleden mochten we genieten van een nieuwe Deus Ex game genaamd Human Revolution, die binnenkort zijn eerste DLC zal ontvangen onder de naam The Missing Link. Tijdens Human Revolution verdwijnt het hoofdpersonage Adam Jensen gedurende 3 dagen. The Missing Link zou deze periode moeten invullen, waardoor je wederom zult moeten starten zonder je geüpgrade augmentions. Volgende maand mogen we de DLC verwachten voor de PC, PlayStation 3 en Xbox 360. Op de site vind je op dit moment de review van Dead Island en de preview van FIFA 12. De Resistance 3 prijsvraag is helaas alweer bijna voorbij. Maar de komende week hebben we weer een spectaculaire prijsvraag voor je in petto. Genoeg redenen om de site gameplaynation.nl te bezoeken. Ik zie je graag terug in een volgend Gamesjournaal. Tot dan!